Ja, echt superleuk dat ze het organiseren. En nou, er zijn echt allemaal mensen die er zo mee bezig zijn. En het is wel gewoon ja, fijn dat zo'n dorp dat doet. Heel spannend in het donkere hok. Hier gaat het gebeuren. Het is nu nog een lege hal, maar om 2 uur dan zal de hal helemaal opgebouwd zijn. En dus het wordt gewoon één grote happening. Nou, ik merkte gewoon, terwijl ik al in Korea zat, dat bijna heel Werf zo aan het meeleven was. En ik kreeg verhalen en filmpjes door van dat ze in de das aan het kijken waren. Afgelopen zaterdag was het één grote happening hier. We hebben wel 350 mensen hier gehad. En met name de familie Schouten, die is al groot. En vader Klaas en moeder Jolanda, die zaten pal voor het scherm met de hele familie. Dus het was één grote happening. En zeker omdat ze natuurlijk brons gewonnen hadden. Hoe trots zijn jullie op jullie eigen Irene Schouten? Nou, dat is bijna niet te beschrijven. Zo trots en met name als je merkt dat het hele dorp daar trots op is. Weet je, zijn ook echt een aantal personen in Wervershoofd die door hen heb ik dit behaald. Weet je, een aantal sponsoren of een paar mensen die mij altijd steunen. Weet je, dat helpt allemaal mee. Dus ik ben ook het dorp gewoon heel dankbaar. Wervershoofd is er klaar voor. Wervershoofd is er helemaal klaar voor. En ik hoop dat iedereen uit Wervershoofd zegt, we gaan even naar de Olympiahal. En niet alleen mensen uit Wervershoofd zijn welkom, maar vanuit de hele regio. Want Irene is van ons allemaal.